Hey y'all, what's up with this bus stop? This is mad heavy for how small it is. Yo, this bus stop is gonna look so fly in our mansion. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Log met Sander van Gaming SB. Ja, ik ga even één ding zeggen. Het spijt me. Wat spijt je? Ik heb geen intro moment gedaan. Oh, goed zo. Eén raar dingetje. Ik ben trots op je. Maar vorige aflevering heb ik de hele aflevering iets leuks gedaan, dus... Oh jee. Oh, wat? Huh? Mijn Rotom deed ineens raar en nu heeft hij een balk. Oké. Oh, en ik moet tegen een dubbel battle. Nee, fijn. Altijd leuk. We hebben trouwens getraind. Oh ja, zoals we in de vorige aflevering zeiden, dat we wat trainingjes gingen doen. Omdat we merkten dat we best wel dik underleveld waren. Underleveld. Zie je, weer een trainer van level 30. Nu zijn we nog maar level of 3 omhoog, zeg maar. Dus het is nog steeds niet heel veel meer, maar... Nee, ja. Dat is waar. Oh jee. Is Team Skull. Oh, hij pakt alleen maar de effectiveness als hij die weet. Steel is toch super effective op poison? Of is het alleen... Nee, poison is alleen not effective op steel. En rock shake ook niks tegen poison. Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat ground super effective is, waardoor ik bij rock twijfel. Maar misschien is Poipole, is die ook flying of... Nee, die is poison. Poison. Alleen poison? Poison. Poison. Oké. Okay. Oh, gefrozen lekker voor je, bitch. Maar Witcher is gewoon gras, gelukkig. Dus. Smackdown. Nee, niet super effectief. Dus... Rock is niet super effective tegen een poison type. Weer wat geleerd van vandaag. Plotseflots. Nu nog onthouden. Niet arms tegen de Witcher. Nu nog onthouden, want dat is bij mij altijd het probleem. Ja. Dat is op zich wel handig om dingen te onthouden of zo. Ja. Kijk, als sommige dingen nou logisch waren, maar sommige dingen zijn gewoon ook niet logisch. Ja, dat. Een Diggersby. Oeh, Steenboy. Dat deed meer pijn dan gehoopt. De clanchers, denk ik dan. What the fuck? Volgens mij had Bob nog steeds geen water van geleerd. Dat is jammer. En mijn Infernape heeft ook geen fight aanval. Ja, dat is kut. Dat is wat ze noemen kut. Leert Infernape niet als hij evolueert met... Oh nee, dat is Inferno, denk ik. Monferno. Nou. Ja, maar ik ving al eens een Infernape, zeg maar. Oké. Daarom heeft hij geen fight aanval. Close combat leert hij ook redelijk vroeg. Klopt. Als in ergens dichtbij als hij geëvalueerd is. Ja, 36, 37 of zo. Heeft de wereld de gen... Oh ja. Nee, dat klopt wel. Ik wil zeggen, evalueren de Gen 4 starters al op level 32 dan? Oh ja, 32 of... Ja, 32 of zo, ja, dat klopt. Maar ja... Even kijken, ik wou iets checken, want... Volgens mij zeg ik al 3 afleveringen lang... Volgens mij kan ik die Weeping Bell evalueren, want ik heb zo'n stone. Ja. Yeah. Maar dat heb ik nooit gecheckt. Dus dat ga ik nu checken. Waterstone heb ik wel, maar daar heb ik niet veel aan. Sunstone heb ik ook. Daar heb ik ook iets van aan. Ik moet echt zo'n Leafstone hebben. Nou, misschien krijg je die uiteindelijk wel. Thunderstone. Ik heb wel stonen. Misschien hebben we dat ook wel al inmiddels een keer gecheckt hoor. Maar dat ik dat gewoon vergeten ben. Ligt er nou een Barbo-chat uit deze boom? Ja. Wat?
Ja, de volgende route heeft van die bomen waar Pokémon's uit vliegen, zeg maar. En dan zie je de schaduw van de Pokémon, ook als hij gerandomized is. Dus er vloog net een barbootje uit de boom naar me toe. Ja. Even gewoon iets checken. Oh, dit is Technical Machine Shop. Oh ja, volgens mij hebben we die ook al die wel gecheckt. Nee, dan moet ik dat doen. Dus, hopen op betere tijden. Ja. Zo, nou. Bij mij moeten alleen Archen en Figurot nog evolueren. En dan zijn ze allemaal fully evo'd. Maar alleen Staravia en Weeping Bell, denk ik. Oh, gaf me een Beware. Oh, ik heb ook gewoon gezegd, hey, I accept, man. Nee, vind ik goed. Deze gozer kan ik zo hard inmaken. Oh, ik ga inmaken. Zo staat hij ook echt, hoor. Echt niet normaal. Zo stoort. Een wheezing. I've left this. Ik zou hem sowieso niet kunnen raken met een ground type. Maar nu komt een beetje het ding. Hoe kan ik hem wel raken? Goed, ik kan volgens mij met de bus de bergen heb. Ik doe zo'n ancient power. Stat boost, stat boost, stat boost. Nou, dat werkt niet. Mount Hokulani. Jij bent alweer een stuk verder, hoor ik. Mm-hmm. Of valt dat mee? Het ligt eraan wat jij op dit moment aan het doen bent. Die gozer met die beware. Oh shit, sorry, dat was per ongelukje. De gozer met die beware, ik weet even niet welke dat is. Een of andere gozer die heel stoer doet met zijn beware. Met een Weezy. Nevermind. Dat werkt niet. Dat werkt niet met randomizers. Hij zei letterlijk, hey, wil je accepteren deze battle? Toen zei ik, ja. Want ik was dom. En nu krijg ik skill swap, een TM, 66 om precies te zijn. Oké. Dat was original payback. Oh, ik heb... You haven't earned electric CMC yet. Nee, dan moet je inderdaad waar ik nu naartoe ben, aan de Mount Hokulani. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Ik denk het. Weer een flootse. Vandaar dat je, die beware man je niet opgevallen was. Ja, waarschijnlijk. Die heb jij helemaal niet gezien, omdat daar was jij helemaal niet in de buurt, joh. Ja, dat maakt wel sens, ja. Oh, Sander, ik ben bij de volgende trial. Ik niet. Ik ben een debiel. Nou, Sander, dat valt ook wel weer mee. Ging letterlijk de verkeerde kant op. Terwijl er letterlijk een vlaggetje staat. Hé, hey, gast, je moet hier naartoe, hè? Hé, hey, weet je al dat je hier naartoe moest, gast? Nee? Ja, nou, heb ik je wel gezegd. En dan doe ik ze van, ah, dat heb ik niet gezien. Ik wel een beetje dom. Ja, op zich. Misschien niet heel erg zelfs. Doe nou niet steeds nussel, kutpatje Rizu. Niemand mag jou, eigenlijk mag ik je wel, maar... Toch niet. Kom op, doe nou niet ook nog Sweet Kiss. Ah. Niet confused, sproetje bedoel ik. Ah, ze mogen ook niks van jou. Ja, oké, ik ga verliezen. Wel, nee. Aanstellerij, Sander, aanstellerij. Niet weer Sweet Kiss. Oh, Icicle Crash. Leeft die op 1 AP? Wat kut. En doet hij weer Nuzzle en dan ben ik weer confused. Oh nee, valt mee.
Zo, ik heb deze battle gedaan, geklaard. Nu moet ik volgens mij charger bugs gaan zoeken. Het. Ik heb een charger bug gevonden. Huts, huts. Nice. Weet je wat ik gevonden heb? Nee. Nee, ik ook nog niet. Rip? Ik heb het ook nog niet gevonden namelijk. Je moet gewoon rechtdoor lopen dus nu, begrijp ik. Je moet helemaal naar links. Ja, ja, dat bedoel ik met rechtdoor. Nou, nu loop ik weer een aflevering achter. Dat was zo lang met jou, Sander. Hey, niemand vertelt me... Oké, Rotom Dex vertelt me waar ik naartoe moet. Nevermind. Shit, dat smoesje kan ik niet gebruiken. Werkt in X en Y toch iets beter? Jammer. Verdorie. Word ik nu ook al... Oh nee, ik word niet tegengehouden. Oké. Ik dacht eventjes, word ik nu in route 10 ook naar de route 10 toe ook al tegengehouden? Ik denk het. Maar dat viel mee. Moet je tegen Team Skull nu of? Een Rapid Dash. Nee, er was gewoon een gozer die zei van, hé, dit is route 10. Toen dacht ik, nee, ik mag niet naar route 10. Maar ik mag wel naar route 10. Ik zit in een trial. Ja, ik schiet op. Hou op met je flame charge, Rapid Dash. Ik hoop gewoon dat ik een beetje geluk krijg. Dat ik die Pokémon's niet al te slecht zijn. Of sterk zijn, bedoel ik. Rob, nu heb je al gezegd dat ze niet al te slecht mogen zijn. Nu gaan ze extra sterk zijn. Ik ben al te sterk, jongen Kees. Nu, Pokémon extra sterk. You think you funny? Ik niet. Je zei, weet ik niet, toch? Oh ja, dat heb je wel gehoord. Ja. Daar komt nog een Pansage. Echt niemand vindt deze Pansage leuk. Sowieso. Jij vindt Pansage wel leuk? Nee, ik ken echt niemand. Die zegt dat is, van, hey, dat die is jouw Apis, favoriete Pokémon. Die Apis, dat is toch zo, dat is zo'n leuk trio. Ja, nee, die Apis, die, ik hou van ze. Dat is dat gewoon echt jouw nooit iemand horen Pokémon zeggen. Dat komt omdat ze trainers zijn. Dat is toch jouw lievelingspokémon. Ja, ik snap hem. De sarcasme spat er vanaf. Heerlijk. Sarcasme. Hallo, sarcasme, man. Oké, de Noibat is verslagen. Op naar de volgende. Dit was het niet slim. Denk me nu. Omdat het natuurlijk Asian Power maar 5 pp heeft. Nee, geen nickname. Oh. Nou, ik mag hem nu sowieso niet gebruiken. Ik heb hem wel gevangen. Maar ik mag hem niet gebruiken, omdat ik hem geen naam heb gegeven. Dat is hoe de avatar ook werkt. Ja, zo werkt dat helaas. Niet dat ik hem zou willen gebruiken. Hé, een Morlul. Wow, noem je hem nou Morlul? Hij heeft meer lullen dan ik. Maar ik lul dat wel klopt, meer. Ja, want Morlul heeft er één. Ik denk 3, hoor. Oké. Dacht je dat? Dat denk ik wel. Ik weet ook überhaupt niet of ik deze gast eigenlijk mag vangen. Ik weet maar dat hij bug is, maar... Hé, hey, Sander, weet je tegen welke Pokémon ik moet? Torracat.
Oh, ik dacht dat je zou gaan zeggen... Brexit, ja, dat ben jij. Nee, zo ben ik niet. Boys, kunnen jullie eventjes de vorige aflevering checken? Daar zei hij dat letterlijk. Dat klopt, ja. Nee, ik moet tegen Torque, hè. Dat is toch jouw favoriete Pokémon? Ja. Hij is wel dood, dan ook, maar... Oh, ik heb een Max Iver. Ziek. En Loover. Ah, wat een grap. Hele flauwe grap. Ik zou er even wat zout op gooien als ik daar was. Oh, ik dodge al die trainers gewoon, joh. Hoe doe ik het? Nee, oprecht, hoe doe ik het? Oh, Team Skull. Wat is dit? Is het een busstop of zo? Een busstation? Ja, je moet met de bus de ding op. De mountain op. Waarom gebeurt er? Oh, ja, gebeurt er wat. Ja, nee, oké, okay, dan denk ik al. Gebeurt er nou weer niks? Hoe werkt dit? Je moet eerst tegen Team Skull vechten daar, hè? Heb je dat al gedaan? Lekker. Nee, want elke keer gaan ze van, hey, what's up, hey. En dan ben ik ineens weggeteleporteerd. Dan heb je iets nog niet helemaal gedaan. Wat zeggen ze dan? Lees je dat dan ook? Of? Ze zeggen... Hey yo, what's up with this bus stop? This is mad heavy for how small it is. Yo, this bus stop is gonna look so fly in our mansion though. Especially what's... once we glam it up with all those totem stickers we get. Dat Waar staat het vlaggetje? Ik heb geen vlaggetje, gast. Dan ben je dus nog niet helemaal klaar met wat je moest doen, zeg maar. Dan moet je zoeken naar het vlaggetje. Wat moest ik doen? Ja, dan moet je zoeken naar het vlaggetje. Weet je wat mijn totem Pokémon is? Nou. Een Ferroseed. Jammer dat ik niet geleed ben met... Mij is dood. Mission Pfizer. Hoezo is deze game zo moeilijk? Even serieus. Ah, nu moet ik natuurlijk wel tegen iedereen vechten. Heb ik helemaal geen zin meer in. Ik wil gewoon even gauw door met de game. Nou, mijn vraag of ik makkelijke tegenstanders mocht, die is wel goed doorgekomen, zeg maar. Tuurlijk. What the fuck? Ik doe een vuuraanval op Ferroseed, een eerste evolution Pokémon, met... Vier times weakness. En ik doe 40% damage. Oh, wacht. Dat komt omdat het een physical aanval was. Ik deed nu Ember en toen was hij one hit KO. Alsnog. Alsnog is het heftig in de. Deze gast is zeker ook Dragon, hè? Ja, sowieso. Wat je nog kan proberen voordat hij misschien wel gaat doen is... in die stad waar je dan zo komt, zeg maar... naar linksboven lopen. Daar heb je wel een klein cutscene, maar ik weet niet of die moet, zeg maar, omdat er geen vlaggetje bij staat. Je bedoelt gewoon in de park? Oh nee, ik weet al wat je moet doen. Alles gedaan, hè? Nee, ik weet wat je moet doen. Heb je Lily gesproken in de straat? Dan moet je nog naar de bibliotheek in het stadje. En want daar staat het vlaggetje nu, daar is Lily. Moet naar de bibliotheek? Ja, had je maar gewoon de tekst moeten lezen als Lily wat tegen jou zegt. Ja, alsof iemand een fuck geeft om Lily. Ik ging meteen de goede kant op. Ja, maar ik ben geen leesman. Ik ook niet. Maar ik ben zo'n plaatjes kijken, man. Nou, ik er staat een scrapje, baby! Je hebt een plaatje met een vlaggetje erop, maar heb je ook niet naar gekeken. Wacht hoor, ik ben even Coach Combat aan het leren. Daar moet ik mijn volle aandacht bij je nodig. Je mag de komende 5 minuten mag je speedbutton gebruiken, ja? En degene, als ik stel, hè, stel ik zou eerder in deze aflevering speedup hebben gebruikt.
telt die dan er gewoon af? Nee, dan moet je zeg maar gewoon Citra afsluiten en opnieuw beginnen waar je bent begonnen. Dat gaan we niet alweer doen. Dat vind ik niet leuk. Nee. Dat hebben we al een keer gedaan. Was niet zo van poggers, dus... Nee, dat gaan we maar niet. Goed, ik heb de trial gehaald. Ik heb de trial wel gehaald. Oh jee. Ik ben waarom... nu gewoon aan het fucken. Ja. Waarom ben ik nou weer in Festival Plaza beland? Wat is dit? Is Burmy eigenlijk wel een worm? Ik heb hem worm genoemd, maar ik weet niet of het eigenlijk wel een worm is. Nou, ik weet niet of ik het een worm zou noemen. Nee, ik ook niet. Het is meer een kokon. Waar de hel... Oh, hier. Hey, yo, bibliotheek en shit, wow. Waarom is het ook zo belangrijk? Dit is een Kentonium gym, kid. You can challenge us. Daar moet je niet zijn. Daar moet je niet zijn. Hoorde je dat gedeelte dat ik zei dat je daar niet moet zijn? Ja, ja, ja. Ik zit nee. Alleen... Oh, hier is die. Oh, daar komt die... Mudbury. Ja. Met zijn trainer. Zijn niet nader te noemen trainer genaamd Hapu. Hapu. Wow, boeken. Wat? Wat? Boeken? What the fuck? Boeken. Wow, Alola boeken. Ging je hoi zeggen tegen de boeken? Ja, sowieso. Ik heb dat geleerd, dus ik denk ik ga dat even voor goede ding gebruiken. En ik moet niet naar boven nu. Ik zou dus nu denken dat ik naar boven moet, maar aangezien we nu naar de bibliotheek ook boven is, maar dat is dus niet. Nee, en... nu kan je gewoon wel naar die Team Skill Mannekes. Dan gaan ze me niet haten. Dat hoop ik niet voor jou. Oh, ik zie hier zo'n Pidgeot. Dat is een normal flying type. Dat klopt, ja. Wist je dat er voor Gen 5 geen, maar dan ook geen primary flying types zijn geweest? Dat wist ik, ja. Dat wist je wel, oh. Ja, tuurlijk. Jammer. Iedereen kom eens ook eens met... Maar bedoel je de primary flying types of pure flying types? Primary. Specifiek. Nou ja, ook pure flying types dan, want ja. Ja, pure telt ook als primary natuurlijk. Dus. Zijn er überhaupt pure flying types? Ja, Thunder... Nee. Eén van die Thunder... Shit. Godver. Tornadus, denk ik. Mega Tornadus, die. Ik moet tegen Mega Akron. Ik ga verliezen. Spoiler alert. Doe nou eens gewoon een keer vertrouwen hebben in jezelf. Ironhead. Dat is een ijzig hoofd. Hij heeft vast een ijshoofd. Jezus, wat slecht. Hey, een Cacturn. Oh, wacht. Aqua Gun is beter, hè? Qua power. Aqua Gun? Ik hoor u ijshoofd en Aqua Gun. Aqua Til bedoelde ik. Oké. Okay. Nee, ijshoofd bedoelde ik meer... Nou ja, laat maar. Laat maar. Ik zit met een probleempje. Alles niet. Kijk, mijn boompad gaat niet... Als ik nu heal met een... Ah, misschien heb ik nog een... Ja, oké, nee. Dan komt het nog wel goed. Ik bedenk me nu, jij krijgt ook echt niks mee. Omdat ik halve zinnen spreek. Ja. Yeah. Oké. Nee, ik wou zeggen... Met een gewone super potion ga ik het niet redden. Maar ik heb en een lemonade, en een max potion. En een full restore. Pas lekker dan. Dus ik heb nu de lemonade gebruikt. En dan kan ik het tanken. Oké, dan doe ik Aqua Pulse. Ik zit nu ook gewoon te fucken. Sorry, ik doe Aqua Till, want dat heeft meer power. Holy damn. En hij doet roar. Ik ben bang. Je kan het zonder. Ik
Dan nu waarom ik deze ga... Oh nee, wacht, dat is de... De grunt. Ik zit nu echt met een probleem. Hij heeft roar gedaan. Als ik nu switch naar mijn boompad, mijn Blastoise, yeah. Dan zou hij mij kunnen killen indien die een stab move doet, denk ik. Dat zou fucked up zijn. Ik kan niet switchen. Dan zou ik hem eerst moeten healen, maar ik denk dat Sproetje dus ook niet een aanval overleeft. Omdat boompad eigenlijk degene is met de meeste defense. Okay. Op Steenboy na, maar ja, die is weak. Want hij heeft rock type moves waarschijnlijk. Ik kan kijken. Nee! Oh, ik dacht eventjes dat die uitging. Ik wou zeggen, ik kan kijken naar mijn ijsbeer. Maar rock is ook super effectief tegen ijsbeer natuurlijk. Rock? Wie is ijsbeer? Bertik. Waarom is rock dan super effectief? Ijs? Rock is super effectief tegen ijs. Waarom? Pokémon physics? Ja. Nee, dat is toch zo? Okay, ja, nee, ja, nee, ik, nee, ga nou maar verder, schiet maar op. Maar ik bedoel meer met waarom van waarom. Niet van of je gelijk hebt of niet, maar dat het heel, dat het nergens op slaat, zeg maar. Ja, nee, oké. Maak je bed dan maar af. Kom op. Ja, ik zit heel erg te kijken wat moet ik doen, oké. Even tempo. Oké, ik denk dat ik dan ga voor boompad. Ik ga het risken. Oh, als ik Blastoise kwijt ben, ik ga haten. Ik ga deze game nooit meer aanraken, denk ik. Oh, trouwens, ik heb het even gecheckt. Brock is inderdaad... Hij deed weer roar. Oké, dan zitten we met hetzelfde probleem. Doe het niet nog een keer. Misschien was dit gewoon een teken. Zo van gast. Don't do this. Ik kan spoor gebruiken. In de hoop dat ik daarvan een sleep krijg. Of een paralysis. In plaats van een poison. Daar ga ik dan maar voor hopen. Volgens mij kan spoor zowel sleep, paralysis als poison geven, toch? Of? Geen idee, ik gebruik dat soort moves nooit. Hij is wel asleep. Kan ik nu rustig switchen naar boompad? Mijn schildpad, mijn Blastoise bedoel ik. Boom! Oké, we got him. Denk ik. Goed zo. Ladies and gentlemen, we missed. We got him not. Sad. Oké, Aqua Tail, nu even hitten. Ja, dankjewel. Nee! Hij leeft op 1 HP. Waarom na deze game? Oké. Was ik eerst? Is eventjes de vraag. Even kijken hoor. Kijken. Laat risk. Agent Power, ja, ik ben eerst. Lekker baby. Lekker. Oké, Steenboy is level 35. Dat is mooi. Hij loopt gewoon al een trial voor. Ja, ik ben nu maar gaan shiny hunten, want het duurt allemaal zo lang. Hey, gast, hoe vaak moet jij tegen Mega Aggron? Ik moet niet tegen vaak, maar, jij wacht ook elke keer heel lang met je moves en zo. Ja, klopt. Omdat ik niet dood wil gaan, dus ik wil er goed over nadenken. Oh, nee. Ik ga het nooit raden tegen wie ik nu moet. Nou. Alola gaat het. Oké, sorry, die was heel flauw. Deze gast had, dat was mijn eerste shiny, hè? Oh ja. Toen was ik best wel mad. Toen dacht ik, van alle Pokémon heb ik
Alola Rattata, die er gewoon rood uitziet, vond ik toen niet zo chill, maar... Ja, nu nou denk ja, ik zou er nou wel blij mee zijn. Had ik hem nou maar. Nog steeds. Wow, ja, in principe. Ik heb nooit op een Pokémon Bank of zo gezet. Ik weet niet waarom ik dat zo raar uitspraak. Ik heb nooit een Pokémon Bank of zo gezet. Maar, ja. Dan wordt dat dus eigenlijk een keer tijd. Ja. Nou, Sander, hoe ver ben je? Ik praat met Kukui. Oké, zo als je klaar bent met praten met Kukui, de aflevering beëindigen? Dat mag, in principe. Wij dat graag wil. Een Magma Riser, een Burn Drive, een Razor Fang, Red Shell, Old Incense, Kirby Berry. Ik denk, ik kijk eventjes gouden items. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je dat Sander moet opschieten? Zet het in de reacties. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.